Hi mensen, welkom bij de KPN E-Divisie Goal Show. En we gaan gelijk door naar de eerste samenvatting. Dat ga ik je nu even laten zien. Willem II tegen FC Groningen. Willem II, nog niet gewonnen dus dit seizoen. Met Chris tegen Nick en de Hasi tegen Toon. Nou, hier begint de eerste wedstrijd van Chris tegen Nick. Willem II een punt natuurlijk. Hier dus de aanval van Groningen in het paars. En dit was het doelpunt voor Nick. Toen dacht je nou, weet je wat, Nick Den Hamer loopt misschien wel uit op Chris die nog niet, ook niet in zijn best te doen is. Maar daar gaat hij. Hutsi ho. Finesse met Pelé. Oh. Doet er gezellig mee. 1-1. Goal. Kijk even dat kusje op de vuistie. En 1-1 dus. Daardoor Hasi die het op moest nemen tegen Toon. En Toon die zette Toon. Want die houdt lekker lang balbezit. Ik had eigenlijk al verwacht dat hij eerder zou gaan schieten. Maar hij houdt de rust. Dubbel tap. Ronaldo. En lekker juichen. Handjes in je haar. En dan zit Hutsi ho. Dan denk je nou, misschien gaat Hasi nog iets terug doen, maar kijk even hier. Ja, toch. Ja, lekker voorzetje. Ja. Hij doet zijn handjes al zo van, ja, helaas. Maar ja, dat zijn de glitches, zeggen ze dan. Ja. Die werd goed gebruikt, die glitch, om even zo te zeggen. Super ook, joh. Ja, dan hier mocht het ook niet baten. Was het dus 2-0, overal 3-1, overwinning voor FC Groningen. En Willem II blijft dus nog steeds zonder een nederlaag. Ja, en Groningen haakt officieel aan bij de top 4. Ja, die dus, blijven in de top 4. Ja, die kunnen gewoon echt nu ook afstand gaan nemen van de mensen eronder. Want nu gaan 5, 6, 7, 8, die gaan we dus allemaal aan het werk zien. Sommigen moeten ook tegen elkaar. Dat wordt echt spannend. Maar we hebben dus een volgende wedstrijd, die heb ik gezien. En dat is PEC tegen RKC, als ik het goed heb. Oké dan. En dat is ook een aardig belangrijk potje. Want dat is meer een beetje in de onderste regionen van het klassement. Maar het is ook wel een hele belangrijke wedstrijd voor beide partijen. En hier hebben we dus Vlugge Jaapie die tegen Kai Slobben speelt. En ik moet heel eerlijk bekennen, hier gebeurde echt helemaal niks. Dit was echt een wedstrijd. Ja? Ja, ik heb wedstrijden gezien vandaag. Nou, dat vond ik echt fantastisch. Echt genoten. Zoals deze gaat er niet in, maar dit was wel de grootste kans. Maar voor de rest, hier gebeurde echt helemaal niks. Het mocht niet baten. Maar Pater Borisov. Daarom. Hier is dan de tweede wedstrijd. Pelé tegen vooral, ja, Ortiz. Oh. Door de benen, zag je die? Huh? Dat was wel aardig. Deze gaat er nog in, door N'Golo Kante. En dan was het eigenlijk één richtingsverkeer. Het was alleen maar RKC. Alleen dan, laatste actie, voordat het rustsignaal en de man aan de thee mogen. Hier Johan Cruijff, linkerbeentje. Ja. Ja, je ziet Johan Cruijff niet overal in de basis, maar wel bij Jason Glas. En na de rust begint hij ook scherp. Hij heeft balbezit en hij zorgt gelijk voor een heerlijke start in die tweede helft. Want hier is Ronaldo en die knalt dan ook de 2-2 of de 2-1 binnen. Het wordt nog uiteindelijk wel 2-2. Kijk, in de laatste minuut heel zonde, heel veel getik. En uiteindelijk is hier dan Pelé. Ja, en die jankt hem keihard in de korte hoek. Wow. Jason kan het niet geloven. Geen los daar, zag ik. Geen los, ja. Was het Sparta. Klopt. Tegen Vitesse. Daar gaan we even naar kijken. Ik namelijk, ga want daar was ik namelijk bij. Vitesse, dus de koploper, beginnend aan deze speelronde. Die hebben alleen één wedstrijd maar weten te verliezen. En dat is heel knap tegen Cambuur. Die hebben voor de rest alles gewonnen. Hier speelt Manuel tegen Aristot. En Manuel begon deze wedstrijd toch wel een beetje met wat druk. Uiteindelijk veel hutsie-klutsie. En dat leidde niet echt tot het doelpunt. En sterker nog, ik kan je ook wel mededelen, kleine scoop. Die kwam er ook niet. 0-0. Manuel Balen. En dan was het de beurt aan Damon de Best tegen Levi de Weert. Damon de Best, die normaal gesproken dus verantwoordelijk is voor de coaching, maar omdat Thomas niet aanwezig kon zijn, nam hij het dus op tegen Levi. En kijk eens, als het duveltje uit het doosje en dan de celebration die Levi altijd gooit. Dat is interessant. En toen dachten ze nou, 1-0 voorsprong, maar toen kwam toen werd Levi even boos. En je weet als Levi een beetje zijn best gaat doen. Dan scoort hij de 1-1. Uiteindelijk hier nog een kans van Levi, maar ik kan je mededelen, gaat er niet in. En dan toch een verrassend resultaat. En dit was een boze Levi de Weert. En daar gaat Sparta een punt pakken tegen Vitesse. En dat betekent dat Sparta, dus wat ik al zei, een punt pakt. En Twente dus op gelijke, niet op gelijke hoogte komt met Sparta. Nee. Dus we zeiden al top 4, maar die zijn dus net niet in de top 4 beland. Maar, misschien doelsaldo ergens. Maar ze staan 1 punt voor nu Sparta, dus op Twente. Dus
Oh ja, precies. Ja, Sparta staat nu 1 puntje voor. Maar zo Levi heb ik zo nog nooit gezien. Nee. Dat hij met die controle echt, want je zag echt zieke agressie. Dat, ja. dat heb ik zeg maar wel. Ja. Maar oké. Okay. Ja, het zat er niet in voor bij de heren. Hele interessante pot. Hele we zien eigenlijk behalve Groningen reden toch 4 punten verspelen eigenlijk. Ja. Ja. Dus het komt allemaal nog dichter bij elkaar. Komt allemaal, ja, en het is al gestoord. Maar oké, laten we even doorgaan naar mijn wedstrijd. Want dat is namelijk NEC. Die moesten het opnemen tegen de mannen van FC Utrecht. En ja, dit is zeker wel een aardige pot. Dus ga even lekker verzitten. Oh. Want we nemen Damien Sitaram tegen Lucas Schilder. Lucas Schilder? Ja, Lucas Schilder. Kijk, hier zo. Deze probeert hij breed te geven. En dat is zonde, want het was wel een aardige kans. Maar uiteindelijk Lucas Schilder, die is toch scherp van geest. Ja, ja. Heeft er zin in. En die heeft hier een heerlijke steekbal. Ja, en dit is natuurlijk standaard balrolletje op de keeper heen. En dit is een heerlijke. Op de tof. Ja, dit was zo lekker. Die had er echt zo hard ingemoeten. Ook groen getimed. Doet hij helemaal niks verkeerd. Helaas gaat er niet in voor Luca. Dat is wel één om in de gaten te houden, de tweede seizoen. Zeker, zeker, zeker. En hier mag Jay het gaan afmaken. En wat ik al zei, FC Utrecht heeft een heel veel moeite om het überhaupt een beetje op de reet te krijgen dit jaar in de Eredivisie. Maar zij lijken met deze winterstop het beste in hun eigen spannen naar boven te hebben gehaald. Want het is hier 2-0. En hier gaat het uiteindelijk dan ook nog met Mbappé bijna 3-0 worden. Maar volgens mij stagneert het allemaal op 2-0. En Utrecht niet echt in de problemen gekomen. Go Ahead Eagles tegen Fortuna Sittard. En jij had vrij, want Cambuur was corona en was het niet allemaal niet goed. En bij mij is het wel feest. Want wij hebben namelijk Bob van Uden tegen Mark Groenland. En dat was een aardige topper. En we gaan niet... Wat er uiteindelijk gebeurde bij Drenthe. Rustig aan. En het is een prachtige goal van Bob van Uden. Groen getimed in de lange hoek. En helemaal niks mis mee. En dan zie je dat Bob lekker op 1-0 voorsprong komt. Maar hier uiteindelijk is dan Mark de Greenhopper. It's crazy time. En dan gaat het hier Mbappé in de korte hoek. En is dan uiteindelijk een gelijk spelletje. En dan gaan we Rick Dame zien. En Rick Dame heeft een opvallend statistiek. En dat is namelijk, hij heeft in de hele competitie nog maar 3 tegendoelpunten gehad. Oké dan. En dus tegen Rick is heel moeilijk te scoren. Dat betekent dat hij voorsprong staat. Oké dan. Moeilijk tegen het scoren is. Rick Damu. En hij komt nu ook op 1-0 voorsprong. En dan gaan we kijken naar de 83e minuut. Dus 3 minuten later. Wat gebeurt er dan? Toch die 1-1. Het vierde tegendoelpunt. Nee, en dan gaan we dan in de 87e minuut nog een goal zien. Het zal toch niet. Het zal toch niet. Okay, jawel, dan. Het is een goal van Rick Dame. En hij wint met 2-1. En de punten gaan naar de Eagles. Laten we lekker gaan beginnen met de samenvatting van de eerste wedstrijd van de livestream. Laten we dat doen. FC Twente die moest spelen tegen PSV Eindhoven. En dat is ook wel een toppetje als je kijkt naar de ranglijst. De nummer 6 tegen de nummer 2. En PSV nummer 2, wel goed om erbij te vertellen. En hier zagen we dus Verhoeven. Die had het moeilijk in de eerste fase. Dit was Cristiano Ronaldo. En uiteindelijk blijft het dus een 0-0. Niet heel veel kansen werden hier uiteindelijk gecreëerd. En dan uiteindelijk kwam Ali. En je ziet hier wel Verhoeven. Maar uiteindelijk was dat Ali in die tweede wedstrijd. En die was hier met De Bruyne en Ronaldo. En dit was gewoon een prachtige goal. En uiteindelijk zien we Brent opstaan op de een of andere reden. Om de een of andere reden ging het gewoon ontzettend goed bij, bij Milan. Het is ook geen Brent natuurlijk. Het is Milan tegen Ali. Hoe zeg ik het dan nou goed? Hè? Ik ben het helemaal kwijt. Komt allemaal goed. Excuus. Sorry, ik was het even helemaal kwijt. Natuurlijk, het werd wel 1-1. Ik dacht dat 0-0 werd de eerste wedstrijd. Maar dat is helemaal niet zo. De Bruyne hier zo met de goal van Ali Riza. En de eerste wedstrijd werd dus wel 1-1. En Ali kwam dus vroeg op 1-0 voorsprong. Prachtige goal. Maar hier is Milan. En die weet hier uiteindelijk dus wel aan de korte hoek te scoren. Waardoor het uiteindelijk een 1-1'tje wordt. En hier komt nog een keer Milan Loper. Ja, en die scoort hem dan nog een keer. En dan is het 3-2 voor FC Twente. En PSV kan daar niks meer aan doen. En uiteindelijk is dat dan de eindstand. Twente wint met 3-2 van PSV. En we hebben nog een wedstrijd gezien. We hebben nog een wedstrijd, Bassie. Welke wedstrijd? Namelijk Heerenveen tegen Heracles. En dat was een legendarisch moment. Want natuurlijk zagen we daar Dennis en Tigo zagen we hier in actie.
Maar er was nog iemand die daarachter zat en dat was natuurlijk Niels Christ. En als we even gaan kijken, hier zien we Dennis in actie tegen Heracles Brian. En ja, je zou denken hij prikt hem, maar dat was hem niet. En hier werd nog even wat de woorden ingefluisterd door Niels. Die zei, jongen, weet je wat, het komt allemaal wel goed. Gewoon rustig blijven. Doe het voor het pompenbladen. En daarom dus zie je meteen de 1-0. Kijk eens, dat boksje van Niels Christ, dat is iets magisch. Dat heeft iets. En hier de tweede helft. Dennis probeert door te gaan, maar daar zit Donnarumma in de weg voor Dennis. Wordt wel 1-0 voor Dennis dus. En voor Heerenveen, moet ik zeggen. Ja. Dan denk je, nou, die Tycho, die moet het even gaan opnemen tegen Tim, die het online en thuis heel erg sterk doet. Kijk eens, je denkt hier, boom, is een goal. Och. Dan denk je, nog een situatie erachteraan. Nou, hè, afleggen, hutsie, hutsie, ho. Huts, bam, biem, bam. Ja, hangen. Nee hoor, mocht niet zo zijn voor Tim Spanu, die hier ook nog een kansje krijgt. Tim Spaan dus ook redelijk ongelukkig in de E-divisie. En dat resulteert in een overwinning voor SC Heerenveen. Ja, en dan gaan we naar de laatste wedstrijd. En dat was de E-klassieker Feyenoord tegen Ajax. En wat een beladen pot is dit. Dit is wel echt een van de meest spannende en meest spectaculaire wedstrijden van de KPN E-divisie. Er staat zo ongelooflijk veel op het spel. En de ruststand was uiteindelijk 0-0. En hier zag je ongelooflijk veel kansen van Julian. Twee keer toe was hij hier dichtbij. Maar uiteindelijk kon hij het net niet vinden. Wie uiteindelijk het net wel vond, was Levi Frederik van AFC Ajax. Die maakt hier de 1-0. En dat is ook de eindstand van de eerste wedstrijd, Bas. Ja, hier zien we nog een klein kansje van Julian. Maar dat mocht niet zo zijn. En toen gingen we dus over naar Finn tegen Colin. En Colin die eigenlijk zei van, ja, weet je wat, ik sta gewoon bekend om offensieve spel. We moeten ook wel. En hij nam het daarin wel op tegen Finn, die natuurlijk niet zomaar Finn is. Want, kijk eens, hij schiet hem gewoon lekker in de verhoek binnen. Groen getimed, even dat ja knikken, hij wist het. Het ging allemaal goed. En hier wederom ook een groen getimed schot van Colin. Die ging al op de lat. En het bleef eigenlijk maar doorgaan. Hier nog een bizarre missen van Rúben Dias. Die geplayerlocked werd. En hier nog een kans voor Finn. Zou je denken, nou misschien schieten. Maar hij ging voor het afleggen. Dat pakte helaas niet goed uit voor Finn. Hier was Colin wederom. Die ook nog voor een doelpuntje ging. Hier misschien nog een balletje afleggen. Maar dat mocht niet zo zijn. En zo wint Ajax hier de E-klassieker. En gaat daarmee ook over Feyenoord heen. Ja, en dat doet het volgende met het uitslagenstandje van speelronde 9. Groningen wint van Willem II. PEC deelt de punten met RKC. Sparta en Vitesse doen dat ook. Utrecht wint van NEC. Cambuur tegen AZ werd dus gecanceld. Gaan we inhalen later. Go Ahead wint van Fortuna Sittard. Belangrijke punten daar. PSV verliest verrassend van FC Twente. Heerenveen wint dus van Heracles. En Feyenoord verliest de E-klassieker van Ajax. En dat doet dit met de stand, Bas. Ja, we zien hier een verandering in de top 4. We zien namelijk Vitesse nog steeds aan kop staan. Maar die hebben wel wat punten ingeleverd. We zien Groningen nu op plek 2. En onderin, als we daar even gaan kijken, zien we Willem II toch wel echt in de mut. En ook Cambuur, Fortuna, Heracles. Wordt een moeilijk verhaal. En we gaan de komende weken zien of daar nog iets in veranderd kan worden. Maar het lijkt een moeilijk verhaal te worden voor die ploeg onderin. En bovenin is nog heel veel mogelijk. Bedankt voor het kijken. Dit was de Goalshow. En tot volgende week.